En neemt nu op? Neemt u nu op. Wil je volgende maand even op Insta? Het keer doen. Doe nou niet die. Oké, hoe zet je de ring op? Goedemorgen. We gaan nu onderweg naar Schiphol. Naar Qatar. Ik ben Kenzo Goudmijn. En ik ga deze hele week vloggen. En ik hoop dat het leuk wordt. Goedemiddag, we zijn aangekomen op Schiphol. We zijn door de douane heen. Overal hebben we nog een uur rondlopen. Ik ben met... Ik ben Bram Franke. Ik ben van AZ-17. En we gaan deze week naar Qatar voor 5 dagen. Wij twee gaan jullie vooral zien. Voor de rest ga ik gewoon alles vloggen wat nog meer gebeurt. We zien jullie in Qatar. We zijn net door de douane in Qatar. Maar het is 12 uur. En Bo is vandaag jarig. Dus ik ga even Bo feliciteren. Bo? Gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. 16 jaar, ja. 16 jaar. Gefeliciteerd, jongen. Wat Qatar, zoals jullie net al hebben gezien. Zijn we op de bus ingestapt, we zijn onderweg naar het hotel. En ik denk dat we daar rond kwart voor 1 aankomen ongeveer. Nu is het een beetje kijken naar het landschap. Aangekomen bij onze kamer. 5 hoog. Mooi. Ik ga nu even omkleden. We hebben wat eten gekregen. En dan ga ik zo slapen. Het is al 1 uur. En we moeten morgen 7:30 worden we wakker gemaakt. Door het hotel zelf worden we wakker gebeld. Dus ik ga slapen. Slaap lekker. Goedemorgen. Zijn het wakker geworden. Eerste dag hier. We gaan nu lopen naar het eten. Nee, het is best wel een groot hotel. En we hebben echt geen idee waar we heen moeten. Oh, dat is dit. Dankjewel. We zijn weer terug op onze kamer met lekker gegeten. We moeten nu onze kleren pakken en als je wilt tape even snel naar de fysio. En we gaan zo trainen over een half uurtje. Dus dan neem ik jullie zo mee. Aangekomen bij het veld. Hey Mo, hier gaan we trainen en daar gaan jullie wat van zien en daarna ben ik er weer. We zijn er klaar met de warming-up. We gaan nu over naar wat partijspellen en positiespellen. En dit is niet de mo-vlog, hè? Zoals jullie zien, veel zweet, het is heel warm. Vlog, hoor. Maar ik ga heel erg spreken. Heel warm. Zwaar getraind, het is natuurlijk best warm. En we gaan nu teruglopen naar het hotel, even douchen en zo. Ik ben in mijn kamer aangekomen. We gaan nu even douchen. Dan hebben we rust. Volgens mij een uurtje of zoiets. Klaar met alles. Even op bed gelegen, gewoon een beetje YouTube gekeken. Had niet zoveel tijd om te slapen. We gaan nu onderweg naar de lunch. We moeten daar voor 5 minuten zijn. En ik ben benieuwd waar we gaan eten, want dat weet ik ook niet helemaal. Je moet wel even erbij nadenken dat je over een paar dagen weer naar Nederland gaat. En dat je weer in de kou in de regen zit, snap je? Je moet het ervan nemen. Ja. Dus je moet, met een seconde moet je van dit soort mensen... Hè? Wow! Bloopers.
Je moet met een seconde moet je van dit weer genieten, snap je? Snap het, man. Dit was de eerste keer dat je hebt gevlogen. Ja, zeker. Hoe vond je het nou? Het was ook direct 6 uur. Ja. Zeg, een aardige vlucht. Nou, ik vond het een beetje te lang. Oké, maar even eerlijk nu, hè. Ja. Bij die turbulentie, wat dacht je? Je was bang. Eerlijk, daar was je bang. Ik was zeker bang, maar ik ben goed geholpen door de teamgenoten. Okay. Trainers. Vertellen, ik had water in mijn longen gehad. Gewoon 3/4 van mijn water in mijn longen is weg. Ik ben nu klaar met eten. We gaan dan weer teruglopen naar het hotel. We hebben daar rust op eigen kamer. We hebben nog steeds geen water in mijn longen gestolen. Lekker GTM's. Zeker. Watermeloen. Ja, watermeloen, hè. Was lekker, hè. Yo. We gaan nu de wedstrijd kijken. Van Libanon tegen Aspire Academy. We gaan even leuke tegenstanders kijken. Daar gaan we nu heen. Tot zo. Aangekomen bij de wedstrijden. Zitten aanvallers, verdedigers, middenvelders. Daar speelt de onder 16, onder 17 en daarachter speelt de onder 18. Om te zien hoe ze spelen. En dan daarop weer trainen en kijken hoe wij het gaan doen. Klaar met de wedstrijd kijken. Het is 3-2 geworden voor Aspire Academy. Even weer wat eten op de plek waar we net ook hebben gegeten. En dan zie ik jullie vanavond weer. Goedenavond. Ik ben op mijn kamer. Ik ben er al een tijdje en ik was even vergeten om nog te vloggen. Morgen hebben we een wedstrijd. En, dus ik ga best vroeg naar bed. 8:45 ontbijt. Dus 8:30, 8:15 wekker. Zie ik jullie daar weer. Slaap lekker. Goedemorgen iedereen. Ik ben net wakker. Het is nu 9:30. Waarschijnlijk eerst alleen nog even wandelen en rusten. We zouden eigenlijk nog trainen nu. Maar dat gaat niet door. Klaar met eten. We gaan nu even wandelen door de tunnel. Komen we uit in het winkelcentrum. We zijn nog eventjes lekker aan het wandelen, aangezien we vanmiddag een wedstrijd hebben. Dus even de benen losgooien. Ja. We lopen nu in het rijke gedeelte van de winkel, van het winkelcentrum. Ja, dat zie je ook wel aan de winkels. Zeker weten. Ja. Wedstrijddag, zoals ik al had gezegd vanochtend. We gaan nu even snel naar de fysio en dan hebben we over 10 minuutjes bespreking. En daarna gaan we lopen naar de wedstrijd. Het is 3-0 geworden. Ik denk dat ze het goed hebben gedaan, ze hebben het verdiend. Ik ben kapot. Ik ga weer herkennen. Ik ben kapot, man. Hoe is het gaan? Ja, ging wel goed. Eerste helft minder, maar de tweede helft hij pakt tegen gewonnen. Dus nu even uitrusten. De eerste helft waren we niet zo best, maar we hebben het goed opgepakt. De tweede helft gewoon 3 goals gescoord. Dus, dat was een zware wedstrijd. Zware. Wat omstandigheden. Maar het resultaat is goed. 3-0 gewonnen, 1 keer gescoord. Vanavond nog herstel doen. Ik zie jullie straks weer in het hotel. Hallo allemaal. Ik ben net even in bad geweest. 8 minuten of zo in stoombad. Daarna heel even koud douchen. En direct 10 minuten in een hele hete sauna. Ik ga nu zo slapen, want morgen heb ik weer een wedstrijd. En ik ben best wel moe. Nou, wel te rusten, dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Tweede wedstrijddag. We moeten een beetje haasten. We gaan zo ontbijten over 3 minuten. We gaan nu weg. We gaan naar de stad. Markt, volgens mij. Middels de bus. En dan laat ik jullie daar even zien waar we heen gaan. Wow.
geleerd, dus we moeten ook zo leven. Begrijp je? Gescheik. Zoals jullie zien hebben we net gezwommen hier, met een prachtig uitzicht. Nu gaan deze jongens zwemmen. Waren we eerst naar de stad. Mark bezocht gewoon de stad doorgelopen. Maar daarna, omdat we straks nog moeten lunchen, moesten we toen we terugkwamen in het hotel direct door naar het zwembad. En dan hebben we om 5 uur de wedstrijd tegen Aspire, de thuisclub. Die moeten we ook nog winnen. Hallo mensen, ik heb de vlog weer overgenomen van Kenzo. Het is bijna 4:15. Zoals jullie zien gaat de wedstrijd nu beginnen. We spelen tegen Aspire en ja... Ik wens de boys heel veel succes. Hallo iedereen, ik ben op mijn kamer. Ik heb na de wedstrijd gegeten, herstel gedaan wat we gisteren ook hebben gedaan op het veld. Precies hetzelfde. Ik vlog nu pas op mijn kamer omdat ik net even heb verloren de wedstrijd. En daar baalde ik heel erg van. Dus ik had even geen zin om te vloggen. Zometeen gaan we nog naar de sauna en stoombad weer. Weer voor herstel. Dat hebben we gisteren ook gedaan. Rijn, leg even uit waarom we dit doen. Om giften van het lichaam, lekker ontspannen. Herstellen. Wat is het? Ik ga even de stoombad. Ik ben nu terug op mijn kamer. Ik ga zo mijn koffer even inpakken. Nou, niet lekker wat zo hier. Omdat ik moet vanavond om 3 uur of zo moeten we al opstaan. En dan heb ik natuurlijk geen zin meer om mijn koffer in te pakken. Dan gaan we vliegen terug. In Nederland 6 uurtjes de vlucht. En dan is het alweer voorbij. Het is nu 4:50. We gaan 4:50 s'nachts. We gaan nu onderweg naar de bus. Dan naar het vliegveld. We vliegen om 7 uur terug. Lekker vroeg. Of niet, Ray? Vroeg. Morgen. Set. Weer terug in Nederland, dat voelen we ook wel. Weer. Een hele leuke week gehad. Lekker warm. Gedaan waar ik van hou, voetballen namelijk. Maar ik ga direct zo even trainen, want we hebben zaterdag weer een wedstrijd. Ik ben thuis aangekomen. En dan denk ik dat je lekker thuis bent. En dan is er niemand thuis, maar ik ben mijn sleutel vergeten. Dus. En binnengekomen. Binnenkomen zo. Jullie hebben de schoenen binnen. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Dat was hem dan. Boys, even serieus. Laat me één ding duidelijk hebben. Ik geef jullie allemaal pakjes. Nooit.